Van Gijzel noemt keuze van ASML voor Amsterdam logisch. Oranje-zwart klaar voor finale. En wat is het leukste studentenhuis van 2013? Het was een flinke teleurstelling voor de regio Eindhoven pas geleden. ASML dat voor zijn nieuwe instituut voor nanotechnologie niet Eindhoven kiest, maar Amsterdam. Terwijl ook de TU Eindhoven graag dat instituut had willen opzetten. Toch is het volgens burgemeester Van Gijzel geen ramp dat dat instituut niet hier komt. Ik vind het jammer dat ze niet hier zijn, maar ik zie wel heel erg de verbreding en het voordeel daarvan dat dat aanhaakt. En voor het eerst, laat ik het dan maar met enige trots zeggen, voor het eerst is het zo dat de banenmachine van deze regio ervoor zorgt dat de werkgelegenheid in Amsterdam komt. In het verleden was het andersom. Officieel vindt Van Gijzel het dus prima dat ASML voor Amsterdam gekozen heeft. Maar ondertussen is er van zijn gezicht toch wel een beetje teleurstelling af te lezen. Maar hij zegt dat hij na de bekendmaking dat Amsterdam het nanocentrum krijgt, niet meteen een boos telefoontje gepleegd heeft naar directeur Wennink van ASML. Ik heb Peter Wennink inderdaad niet gebeld. Ik heb wel met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de TU gebeld, dat ik het wel sneu voor hem vond. En we hebben het daarover gehad en hoe dat zit en waar we mee aan de gang gaan. Volgens Van Gijzel is het nieuwe instituut van ASML zo innovatief en zo groots opgezet dat de TUE gewoon te klein was om met een overtuigend voorstel te komen. De twee Amsterdamse universiteiten konden kennelijk toch makkelijker een hoeveelheid geld en talenten tevoorschijn toveren. De TU alleen had een probleem om dat volledig zelf te trekken, ja. Die moesten ook bij Nijmegen en anderen proberen, zelfs mensen uit Amerika over te laten komen, omdat wij ze hier niet hebben. En nu gaat het in Amsterdam, daar hebben ze aan die grote nieuwe faculteit voor natuurwetenschappen meer mensen. Nou ja, dus, maak het nou niet te spannend tussen de strijd tussen Amsterdam en Eindhoven. Het gaat om een strijd tussen Amsterdam en Eindhoven met de rest van de wereld. Het hele gesprek met burgemeester Van Gijzel is morgenavond te zien. Ieder half uur hier op Studio 040.